Better Call Saul. Het is prachtig, Tiny Pinguïns. Ik heb het er eigenlijk al best wel veel over gehad als het gaat om podcastjes, als het gaat om Instagram reviews en als het gaat over algemene conversaties die ik heb met mensen. Want ja, ik zal je heel eerlijk toegeven, dames en heren, ik heb deze serie niet 1, niet 2, niet 3... maar 3 keer gezien! Nee, oké, ik ben ook niet zo'n psychopaat. Nee, ik heb deze serie, Better Call Saul, heb ik 2 keer gezien. Ik heb hem 2 keer gekeken. En het is het daadwerkelijk wel echt waard. Want dit is een van de betere dramaseries die ik ooit heb gezien. Nou moet ik eerlijk toegeven, ik ben niet echt bepaald een filmman. En als ik het heb over film, dan heb ik het over films over het algemeen en series. Ik ben altijd meer van het gamen geweest, maar er is een shift gaande. Er is een hele grote shift gaande. Ik begin steeds meer van film te houden. Ik begin steeds meer van die kunst te houden. En dat is gewoon een afgelopen trend van misschien wel 2 à 3 jaar. Alles daarvoor was altijd maar op zijn hoogste animaties, zoals bijvoorbeeld South Park of bijvoorbeeld een Family Guy. Noem het eigenlijk allemaal op. Dingen die makkelijk en snel op te pakken zijn om te bekijken. Bijvoorbeeld ook een BoJack Horseman, wat over het algemeen best wel een hele goede serie. Ook echt een topserie was eigenlijk, moet ik zeggen. Daar moet ik eigenlijk ook nog wel eventjes misschien een keer mijn gedachten over uiten, nadat ik hem misschien heb gerewatched. Maar we hebben het in deze aflevering natuurlijk over de serie Better Call Saul. Nou, mijn persoonlijke introductie met deze serie is, net zoals bij eigenlijk iedereen, is dankzij Breaking Bad, de serie. Ik heb Breaking Bad dus ook 2 keer gezien. En aangezien dit dus de spin-off is van Breaking Bad, was het heel erg logisch om deze daarna te gaan kijken. En wat het ook is, Tiny Pinguïns, is dat deze serie, toen ik met Breaking Bad ben begonnen, was ik gelijk verliefd geworden op het hele drama en het hele universum wat Vince Gilligan hier heeft neergezet. Gelijk verliefd op de hele show, op de characters, op de drama, op de onverwachte actie hier en daar. En Better Call Saul bouwt dat fundamenteel allemaal op. Want Better Call Saul is daadwerkelijk wat er vooraf ging van Breaking Bad. Het is bedacht natuurlijk door, zoals ik al zei, Vince Gilligan en Peter Gould. En het is een spin-off van Breaking Bad. Better Call Saul volgt het leven van advocaat en ex-zwendelaar James Jimmy McGill van ongeveer 6 jaar voor en kort na de gebeurtenissen van Breaking Bad. Dus de meest logische volgorde is het wel, althans dat is mijn persoonlijke mening, is om eerst Breaking Bad te kijken, dan Better Call Saul. Er is ook nog een film in de Breaking Bad universe, dat heet El Camino. Daar heb ik ook een review over geschreven op mijn Instagram. Zal niet buitensluiten dat ik daar nooit een video over ga maken. Maar ik had nou wel het gevoel dat ik een keer echt gewoon een video wilde maken over Better Call Saul. En de reden dat ik de eerste keer niet heb gedaan is omdat ik dacht dat het iets te mainstream was om er een video over te maken. Ik denk, ik zet het op Instagram. Ik typ een review uit op Instagram. En dan is het eigenlijk wel goed. Omdat, ja, om er nou een video van te maken, mensen doen hun werk wel voor mij. Maar nu merk ik ook vooral, en als ik ook specifiek kijk naar Nederland, merk ik dat er eigenlijk bijna tot geen content, althans geen videocontent is van en over Better Call Saul of Breaking Bad eigenlijk ook. En ja, deze video gaat zich wel focussen op natuurlijk Better Call Saul, omdat die gewoon heel veel goede dingen doet. Dus ik dacht van ja, na de tweede keer rewatchen, dacht ik toch van, voelde ik me toch wel een soort van verplicht om gewoon even alles wat ik van binnen voelde tijdens die show, alles wat mij die show heeft meegegeven en gewoon de plezier die ik heb gehad uit de show en inspiratie die ik er ook uit gehaald heb, Ik moet dat toch wel kwijt. Ik moet dat even op dit kanaal gewoon bespreken. Ik moet dat kwijt. Ik moet weten wat jullie mening erover is. Vandaar dat ik deze video ook gewoon maak. Het is eigenlijk gewoon een re-review van Better Call Saul. Ik heb hem al een keer gereviewd, maar ik ga hem nou gewoon echt een keer goed doorspreken met jullie. En waarom ik denk dat het zo'n goede serie is en waarom jullie het dan ook moeten gaan kijken. Daarom zijn er tevens ook geen
dikke, vette spoilers. Ik ga hier en daar wat acteurs opnoemen. Ik ga hier en daar wat setpiece opnoemen. Een beetje de algemene verhaallijn en waarom ik denk dat het zo goed is. Maar spoilers ga je in deze video niet tegenkomen. Ook wat ik op de achtergrond gameplay... Of achtergrond gameplay... Ik ben de games te veel gewend. Wat ik op de achtergrondscherm laat zien, is ook allemaal helemaal van Season 1. Zijn trailertjes van Seizoen 1, eerdere afleveringen. Het is een lange serie, dus het maakt niet uit dat ik een paar oude contextknipjes gebruik of afbeeldingen gebruik hier en daar. Maak je geen zorgen, geen dikke spoilers te bekennen in deze video. Ik ga alleen maar vertellen waarom ik denk dat dit gewoon een top, maar dan ook echt een topklasse serie, / drama serie is. En zoals ik net al zei, de schrijver Vince Gilligan, daarmee om te beginnen, heeft een veel grotere rol gehad in de serie Breaking Bad. Want wie eigenlijk hier een beetje de oppermacht pakt en eigenlijk meer een beetje de touwtrekker is in deze serie, is Peter Gold. De man die je nou op je beeldscherm ziet staan. Dat is eigenlijk een beetje de hart en ziel van deze serie. En er zijn natuurlijk nog een hele hoop meer schrijvers. Er is ook nog een spin-off genaamd Slippin' Jimmy. Daar gaan we niet over hebben. Dat is de slechtste animatieserie ooit. En het is gewoon een schande dat dat betrokken is met überhaupt de hele Breaking Bad universe. Ik snap niet hoe dat ooit er doorheen is gekomen. Maar dat is genoeg gepraat over dat. Misschien een keer leuk voor een andere video. Er is genoeg Slippin' Jimmy content op andere kanalen die het gewoon keihard afkraken. Dus ga daar even kijken. Dan weet je al gelijk waar ik het over heb. En de eerste aflevering is uitgekomen op 8 februari 2015 en de laatste aflevering is uitgekomen op 15 augustus 2022. Dat houdt er neer op dat het, dat komt er dus op neer dat het aantal seizoenen staat op 6. Dat is zelfs meer als Breaking Bad had en het aantal afleveringen is 63. Dat zijn 63 afleveringen. Ik heb ze allemaal dubbel gekeken. Dus dat is 126 afleveringen aan mijn kant. Ik ben niet goed bij mijn hoofd, denk ik. Maar het is een goede serie. We gaan een klein stukje door naar de acteurs. Want we spelen natuurlijk Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks, Michael Mando, Patrick. Ik ga eventjes gewoon mijn focus leggen op deze 6 main acteurs en actrices in deze serie. Want we hebben natuurlijk gewoon Bob Odenkirk, zoals ik net al zei, als Saul Goodman. En dit is gewoon fantastisch, want Bob Odenkirk, die tevens ook te zien is in de actiefilm Nobody, die ik ook heb gereviewd op mijn Instagram, is van nature een comedy acteur. Hij deed altijd voorheen heel erg veel comedy en hij stond ook bekend in Breaking Bad als een beetje de loose, illegale... criminele advocaat die eigenlijk een beetje de grappige kant was van Breaking Bad. Eigenlijk een beetje de luchtige kant. Want Breaking Bad is over het algemeen een hele serieuze show. Er gebeuren echt best wel serieus shit in. Er zit wel humor in, vooral in de eerdere seizoenen. Toen Saul Goodman, de advocaat Saul Goodman, daarbij kwam kijken, toen kwam de humor nog meer los. En er waren er nog veel meer memorabele momentjes bij. En dat is ook een beetje wat de komische achtergrond van Bob Odenkirk hem ook een beetje meezit. Je merkt wel dat het een comedy actor is. En dat was vooral in Breaking Bad. En wat wel miste dus in Breaking Bad is een beetje het achtergrondverhaal. Want het is een illegale advocaat. Het is een advocaat die allemaal connecties heeft met allemaal verschillende mensen. Die niet echt helemaal nice zijn. Het is een advocaat die altijd de kantjes eromheen knipt. Die de wet geen reet interesseert. Dat creëert voor heel veel leuke, grappige momenten. Maar wat miste dus is een beetje zijn background, zijn achtergrondverhaal. Waar komt hij überhaupt vandaan? Hoe is hij in die positie gekomen? Waar woont hij? Hoe zag zijn leven voor hieruit? Als gewoon een normale, welverdiende, legitte advocaat. Hoe zag dat eruit? En dat miste dus in Breaking Bad. Dus het is gewoon absurd. Het was gewoon een absurd goed idee geweest om hier een spin-off van te gaan maken. En niet alleen zien we het achtergrondverhaal van Jimmy McGill. We zien in Breaking Bad natuurlijk veel meer characters die ook terugkomen in Better Call Saul. Waar we ook achtergrondverhalen van krijgen. Van allemaal verschillende aspecten. Dus ook aspecten van de kartel wordt meegedaan in Better Call Saul. Het is niet 6 seizoenen alleen maar Saul. Het wordt gevarieerd
met andere plotpunten van Breaking Bad en andere characters van Breaking Bad. Wat het ook vers maakt, maar ook logisch, want het is op logische wijze wordt het neergezet. De puzzelstukjes vallen uiteindelijk allemaal goed in elkaar, geloof mij dan maar naar. En dat maakt het ook gewoon zo'n perfecte en welplaatste spin-off. En met natuurlijk actrices die wij niet hebben gezien in Breaking Bad. Dat is bijvoorbeeld Rhea Seahorn, die Kim Wexler speelt, de vriendin van Saul in de serie. En dat doet ze ook echt heel, heel, heel erg goed. Het is een complex, een heel complexe karakter die eigenlijk ook een beetje struggle ondergaat van wat goed is, wat slecht is, aan wie ze kant ze moet gaan staan. Want allebei de kanten hebben natuurlijk een beetje de touwkracht met zich mee van een beetje de bad guy, good guy story. En dat is een beetje wat ze ook gewoon wel neerzetten, bijvoorbeeld met Walter White. Van het is een beetje een anti-hero. En datzelfde geldt een beetje voor Jimmy McGill, is ook een beetje een soort anti-hero. Alleen het zijn wel twee hele verschillende karakters. Hun strengths zijn op een heel ander niveau, wat ook gewoon tof is om te zien. En bijvoorbeeld, we zien in deze serie ook de broer van Jimmy McGill, waar we ook nog nooit van gehoord hadden in Breaking Bad. Die heet Chuck McGill. Heel interessant en complex karakter. Ik wil daar niet heel veel over spoilen. Maar de rivaliteit die hun twee steeds met elkaar hebben in de opbouw, vooral van de eerdere seizoenen, is gewoon perfectie in mijn ogen. Dat is gewoon goed. En hij is tevens ook, heeft ook een komische achtergrond. En wat mij dus gewoon heel goed, wat dus eigenlijk gewoon echt heel mooi opvalt, is dat die acteurs met de komische achtergrond die in drama worden geplaatst, die in dramaseries worden geplaatst, dat gaat ze meestal heel erg goed af. De waarheid is, als het gaat om acteren, en dat is niet voor iedereen zo, maar dat is meestal zo, is dat drama is makkelijker in te spelen, in te acteren, als een comedy. En daarom dat het ze ook gewoon vlekkeloos afgaat. Dit geldt natuurlijk voor Bryan Cranston, die Heisenberg, Walter White speelde in Breaking Bad natuurlijk, de hoofdcharacter van Breaking Bad, had ook een komische achtergrond, is ook van drama gegaan. Heel erg goed gedaan natuurlijk, die rol. Een van de meest iconische characters die er zijn over het algemeen in films en series. Dus van de komische achtergronden van deze acteurs hebben eigenlijk dubbele winst bij. Ze kunnen goed inwerken in het drama en ze kunnen de komische one-liners kunnen ze goed verkopen. Ze kunnen ook grappige momenten kunnen ze heel goed mixen met de serieuzere momenten, wat gewoon heel erg episch is. We hebben Jonathan Banks, die ook als Mike speelt. Mike, voor iedereen die Breaking Bad heeft gezien, die weet wie Mike natuurlijk is. Die werkt natuurlijk ook voor Gus Fring. En in natuurlijk Breaking Bad. En we hebben nog andere awesome characters waar ik gewoon niet te veel over wil gaan spoilen. Want dan wordt het gewoon een spoil aflevering. En ik wil gewoon het op de oppervlakte houden om voor jullie zoveel mogelijk de diepte in te kunnen schrapen. En te kunnen zien wat er allemaal nog gaat gebeuren in deze serie. Dus kortom, acteurs Bob Odenkirk, Rhea Seahorn, Jonathan Banks zijn allemaal geweldig. En ik noem gewoon een paar standaard op. Ik ga niet expres niet veel dieper de acteurs opnoemen. Puur omdat dan weten jullie wie er allemaal in gaat voorkomen. En wat er misschien gaat gebeuren. Het is misschien wel eens een keer gebeurd dat jullie iets opzochten op internet over een serie die jullie zagen. En ongewilde spoilers kregen. Dat wil ik voor jullie bij deze serie dus ook voorkomen. Dus ik schraap even hier de oppervlakte. We stoppen even met de acteurs. We gaan het verhaal opbouwen. Ik heb het er net eigenlijk al een klein beetje over gehad, terwijl ik het had over de characters. Verhaalopbouw is net als wat mensen zouden kunnen zeggen in Breaking Bad, aan de trage kant. En dit komt niet van mij af, maar ik heb heel veel mensen horen zeggen, Breaking Bad is een langdralige show. Duurt heel lang voordat ze bij het punt komen. Weinig actiescènes. Het is ook geen actiefilm. Het is gewoon een actieserie. Het is een drama. En naar mijn mening is Breaking Bad heel erg goed overgevloeid. Er zit een goede flow in. En hetzelfde geldt voor Better Call Saul. Ook al zitten er in Better Call Saul gewoon wel nog langdraligere momenten dan in Breaking Bad. Er zitten heel veel stille momenten in deze show. Heel veel momenten waar je gewoon het beeld moet opnemen in plaats van wat de karakters allemaal zeggen tegen elkaar. Wat de mensen allemaal zeggen.
Ik heb één Nederlander gezien op YouTube. En ik weet helaas, ik heb echt voor deze aflevering heb ik echt doorgrondend gezocht. Als ik het nog kan vinden, zet ik zijn link in de beschrijving. Maar dat is een van de weinige Nederlanders die ik heb horen praten over deze serie. En die had het heel erg goed. Dat was een film, een of andere filmdeskundige of zo, een expert. Of iemand die echt heel veel bezig was met films en series. Nog veel meer als ik dat ben. En die had het over Better Call Saul. En die had het echt heel erg mooi gezegd met dat. En dat is een concept die hij zelf heeft gemaakt. Dat heb ik niet bedacht. Het Ravensburg concept in series. Hij noemde het Ravensburg model. Voor de mensen die niet weten. Ravensburg is natuurlijk een puzzelmerk. Van puzzelstukjes. Met die oude. Jullie hebben misschien allemaal oudjes wel eens gezien aan de keukentafel die aan het puzzelen zijn. Grote kans is dat die box van Ravensburger is. En wat bedoelt hij nou met het Ravensburgers, ja, Ravensburgers concept? Nou, dat is dus dat de show, bijvoorbeeld Better Call Saul, niet alles gelijk voorzegt wat er gebeurt. En dat is ook een beetje gelijk mijn kritiekpunt naar bijvoorbeeld heel veel Nederlandse series. Bijvoorbeeld, denk aan bijvoorbeeld de drama Ferdy. Je weet gelijk wat er gebeurt, omdat je ziet visueel dingen op het scherm gebeuren. En ze praten met elkaar en ze vertellen letterlijk stap voor stap wat ze gaan doen, waarom ze iets doen, hoe ze zich voelen. En je hoeft als kijker eigenlijk zelf niet na te denken en geen puzzelstukjes te verzamelen in de details van de shots en van de gezichtsuitdrukkingen van de characters, om het eigenlijk zelf een beetje langzaam maar zeker op zijn plek te leggen. En Better Call Saul houdt hier absoluut ook het Ravensburger model aan en geeft je en houdt dus totaal je handje niet vast met van, yo, dit is er aan de hand, dit is waarom Saul dit gaat doen, dit is waarom jullie deze montage zien, dit is waarom jullie specifiek dit shot zien van bijvoorbeeld dat dak, of daarom zien jullie dat shot van deze straat. Het komt uiteindelijk langzaam allemaal op zijn plek als je er geduld voor hebt. En dat is heel erg mooi, want het houdt je wel de hele tijd aan de buis gekluisterd. Het zijn daarentegen ook hele mooie shots. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het verschil tussen de kwaliteit van Breaking Bad, is er natuurlijk ook een tijdsverschil in wanneer deze zijn opgenomen. Want Better Call Saul is uiteraard later opgenomen als Breaking Bad. Ook al speelt dat zich eerder af, daarom heet het een sequel. Is gewoon een hele mooie geschoten serie. De landschappen die je ziet natuurlijk, de desert scenes. Ook de saaie advocaatgebouwen. Je zou zeggen dat is echt compleet saai om naar te kijken. De rechtszalen, et cetera, zijn normaal gesproken in elke andere serie de meest saaie pieces van de show. Maar deze show pakt elke shot serieus aan. Elke shot heeft ook weer een andere betekenis. Zelfs kleuren hebben betekenis in deze serie. Wat de characters dragen. En wat ze oppakken. Wat ze om hebben. Wat voor schoenen ze dragen. Wat voor sieraden ze natuurlijk hebben. En ik zeg niet dat Better Call Saul de enige serie is die deze visualisaties gebruikt om een verhaal te vertellen. Maar het is wel een van de voorbeelden die ik kan noemen voor visual storytelling. Want Better Call Saul is er wel een van de betere in wat ik heb gezien. Als je bijvoorbeeld kijkt, even om een zijstraat te noemen, andere series die dat heel goed doen, zijn bijvoorbeeld series zoals The Sopranos. Die hebben echt achterlijk veel details in hun shots en in de characters, et cetera, et cetera. Dat is ook bijvoorbeeld The Wire. En zo kun je ook. The Wire is ook gewoon absurd rewatchable, om het zo maar te zeggen. Omdat er zoveel details zitten en zoveel symbologie in zit. En zo is dat met Better Call Saul. Breaking Bad ook wel een beetje. Breaking Bad heeft ook wel symbologie hier en daar in een serie zitten. Maar Better Call Saul heeft dat alleen nog maar beter gedaan. En uitgebreider en mooier. Waardoor het dus makkelijk wordt voor jou om de serie nog een keer te kijken, omdat je zoveel meer details oppakt elke keer dat je gaat. En wat ik nog het mooiste daarvan vind, is dat ze van een karakter, van eigenlijk een beetje een oppervlakkig karakter uit Breaking Bad, wat eigenlijk gewoon een beetje de clown hoort te zijn, om tussen alle serieuze momenten je een beetje aan het lachen te maken, even een beetje lucht, dat ze van zo iemand fundamenteel zo serieus nog iets hebben kunnen maken, dat je hem langzaam ziet
groeien van Jimmy McGill naar Saul Goodman. En ik had nooit verwacht dat dat zo'n diepe verhaallijn zou zijn. En het legt zoveel mooie connecties tussen andere karakters in Breaking Bad en andere plotpunten van Breaking Bad, dat dit gewoon een must spin-off is eigenlijk. Het is geen spin-offje zomaar om het te maken van, yo, we hebben Breaking Bad gehad, we hebben succes gehad, het is voorbij, we moeten weer even incashen, we maken even gauw een spin-off. Nee, deze spin-off geeft heel veel waarde, heel veel extra waarde aan de serie Breaking Bad. En dat is wat het ook gewoon zo verschrikkelijk awesome maakt. En dat samen met de characters, dat samen met de visualisatie, dat samen met de symbologie en de muziekkeuzes. Kijk even gewoon naar de playlist op Spotify, naar Better Call Saul. Elk lied is een absolute banger. Althans, het is wel een beetje mijn smaakmuziek. Het is geen hardcore never die muziek of het is geen heftige muziek. Maar het is allemaal een beetje oud. Ja, wat voor stijl gebruiken ze eigenlijk? Het is allemaal een beetje desertachtig, een beetje oud. Een beetje hetzelfde wat Breaking Bad had. Breaking Bad had ook een beetje die specifieke muzieksmaak met allemaal van die oldies erin en zo. En een beetje slow. Niet echt up tempo, maar eigenlijk allemaal een beetje slower. Net als wat de serie is. Het is allemaal een beetje langzamer. Het is allemaal wat intenser. En zo is de muziek ook. En er zitten ook gewoon absolute classics bij en bangers. Dus ook de muziekkeuze is absoluut gewoon geweldig. En alle zijcharacters die er ook bij komen kijken, want er zitten zoveel meer characters in. Er zitten zoveel meer verhaalpunten in voor jullie om te ontdekken. En ik zou ook eerlijk gezegd geen favoriete seizoen durven op te noemen vanwege spoilers, maar ook eerlijk gezegd niet durven te zeggen, omdat gewoon vanaf begin af eind is het gewoon een topserie. En ja, het is 10 out of 10 gewoon. Het is awesome. En daarom dat ik ook naar jullie allemaal wil zeggen van, yo, heb je misschien Breaking Bad nog niet gezien? Ga dat godverdomme eerst kijken. Maar heb je Breaking Bad gezien? En sla je Better Call Saul over? Want dat is eigenlijk persoonlijk wat ik iets meer hoor. Mensen die het overslaan omdat het slechts een spin-offje is van Breaking Bad. Nee, ga het kijken. Het is essentieel als je ook Breaking Bad tof vond. En ja, daarom is het ook gewoon een 10 out of 10. Dus spoilervrij houdt het hier voor mij wel op om erover te vertellen. Ik heb denk ik elk fundamentatiepunt van een goede serie heb ik meegepakt. Ik heb lang niet alles besproken. Ik kan uren doorgaan over deze serie. Misschien maken we wel een deel 2. Gaat lastig worden als ik het spoilervrij wil houden. Maar Vince Gilligan, Peter Gould, shout-out naar jullie. Jullie hebben een hele mooie serie achter de rug zitten. En ja, ik ben heel erg, ik vind het heel erg fijn dat ik dit kan delen met jullie en dat ik jullie hopelijk geïnspireerd heb om deze serie ook gewoon even op te pakken. Staat op Netflix tevens, is een Netflix original, net als Breaking Bad. Dus zolang dat er nog op staat, ga hem zeker even checken. En ja, als jullie het hebben gedaan, laat even weten in de reacties wat jullie ervan vonden. Of laat weten wat jullie mening is over de series die ik bespreek. Zijn er andere series die ik moet bespreken? Zijn er andere films die ik moet bespreken? Laat het allemaal even weten. En dan zou ik hier de aflevering lekker afsluiten. Dus nogmaals, hebben genoten. Abonneren, liken. En dan check ik jullie later, Tiny Penguins. Infinity is out.